Iets nieuws gekocht voor in de keuken. Wat zal ik jullie laten zien? Zullen we dat eerst even gezamenlijk doen? Ja, dat is leuk. Ik heb dus even zien hoe dat pas kunnen krijgen. Zo, dat was die al. Dat krijg ik zonder schaar gedaan. Zo. Nou, dan haal ik eerst het boekje er al uit. Vrienden, het is vandaag alweer woensdag. Ja, echt waar. En we leven op 9 oktober en het is 10:40. Rebecca die komt eraan. Ja, die heeft net gebeld en die vroeg al of ik er al uit was. Ik zit net beneden met de telefoon in mijn hand, heel voorzichtig achteruit met mijn stok, voetje voor voetje naar beneden. Ja, en liep Ewin ook nog naast me, dus moest ik ook nog vooruit kijken. Frode die stond al beneden te wachten. En ze zegt, ik kom er dan zo aan. Nou, de container is al gelegen, daar heb ik ook al voor gezorgd dat die gelegd kon worden. Die hebben ze netjes teruggebracht, maar die staat nog midden op het erf. Dus ja, dat wordt straks ook wel goed gezet. Dus het komt ook allemaal goed. En ik ga een bakje koffie maken en voor de diertjes zorgen. Frodo is buiten. Rebecca komt er nog net aangereden, dus ja, ik krijg het weer druk. Jack van Veralo die komt nog, dus ja, van alles en nog wat te doen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later vandaag. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik zit nog steeds te wachten en te wachten. Rebecca is natuurlijk al langer geweest. En normaal gesproken komt Jack van Veralo ook altijd om 11 uur. Maar... ja, één probleem. Ik snap het niet. Ik kreeg vanochtend een paar berichten binnen. Nou komt hij dus na de lunch. Kreeg ik na die tijd pas te horen. Dus ja, daar heb ik nog niet eens op gereageerd. Kun je nagaan, want ik had andere dingen naar mijn hoofd. Maar ja, ik heb nou een duimpje gegeven. Hopelijk dat hij dat ziet. Maar ik had dat niet eerder gezien, ook niet gehoord, niks, helemaal niks, terwijl hij me gisteravond al had gestuurd. Ook niet een cijfertje erbij, van normaal staat er een eentje erbij, of twee, het legt me net aan hoeveel berichten je binnenkrijgt. Maar ja, heel raar. En het is ook niet lekker weer, ik heb het koud, ik ben rillerig. Ja, ik denk dat ik ook wat onderleden heb, maar ja. Wie weet, het heerst nou ook, dus ik krijg ook al pijn in mijn lippen, velletjes kapot en alles. Maar ja, wie wordt er niet ziek om deze tijd van het jaar? En dat wil ook wel, want het is iedere keer regen en koud en dan is het er eventjes zon en dan is het er eventjes warm. Maar ik vind er helemaal niks aan. Nee. Ik heb een lekkere bakje koffie voor mijn neus. Ga ik zo opdrinken. En dan ga ik voor de computer. En dan zal ik weer even een filmpje in elkaar renderen dat ik binnen YouTube kan. En misschien dat ik er nog wel een doe. Dat weet ik nog niet. Maar ik ben ook hondsmoe en misselijk. Dus ja, ik denk dat ik vanmiddag ook misschien nog even een slaapje ga doen. Ja, dat ik even lekker met mijn hondje nog naar boven toe ga. En lekker even nog ga leggen. Maar dat weet ik nog niet zeker. Het ligt er helemaal aan wat mij de middag gaat brengen. Want ja, het kan net zo goed wezen dat ik ook wel weer visite krijg. Ik weet het niet. Ik zie het allemaal wel. We merken het allemaal wel. Ja hoor. We gaan gewoon door met die banaan. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En ik zeg doei doei. Ja, lieve vrienden, ik ga de hort even op. Het is droog momenteel. Dat eventjes wat op de post doen en even naar de VOMA toe, even wat boodschappen doen. Ik heb aan het renderen geweest, ik moet dat nog wel naar YouTube brengen, maar ik moet eerst nog even een plaatje ervoor maken en dan kan het naar YouTube. Want ja, ik heb vanmiddag dus mijn
Begeleider ook gehad. Dus ja, druk. En dan moest ik even voor iemand anders wat doen. Dus ja, alles door elkaar heen. En ik ga nou dus even de hort op. Ik zou zeggen, tot straks maar weer, lieve vrienden. En geniet van alles wat jullie doen gaan. Ja, ik ben weer thuis. Ik heb weer een tas honderd boodschappen bij me. Ja. Nou ja, vol ook weer mee. Ik heb ook iets nieuws gekocht voor in de keuken. Wat zal ik jullie laten zien? Kan je alles mee snijden. Dus hoef je niet alles weer met een mesje te doen of zo. Ja, zal wel lekker makkelijk zijn. Ga nou straks even bekijken. Ja, en dan ben je bij de zomer in de winkel. Gaat je telefoon? Wat denk je? Nee, niet Karin. Nee, was het maar waar. Maar nee. Nee, want met Karin neem ik op. Ik heb het niet opgenomen. Nee. Uit Denemarken weer. Ik dacht, het is te mooi om waar te zijn dat het zo rustig blijft van de week. En nou in één op. Waar is er weer? Nou, ik neem niet op. Nee hoor. Geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt om dat te doen. Maar ja, oké, ik ben blij dat ik er weer ben. Het is niet bepaald warm, het is nog fris, ja. Maar oké, ik ga lekker een bakje koffie doen en de boel opruimen. En en dit dus uitpakken. Zullen we dat eerst even gezamenlijk doen? Ja, dat is leuk. Ik heb dus even zien hoe dat pas kunnen krijgen. Zo, daar was die al. Krijg ik zonder schaar gedaan. Zo. Nou, dan haal ik eerst het boekje er al uit. Ja, mooi. Ik heb in ieder geval een oranje. Ja. Even zien hoe dat moet. Nou, dat moet je toch wel weten. Gebruik, even zien, NL. Begin op 27. Nou, ik doe hem open en ik heb hem op 29. 27. Zo. Ja, maar ik vraag me af hoe ik dat bakje los krijg. Ik zit te zoeken en te doen. Ik moet toch los willen allemaal. Die kan omhoog. En die kan er, moet er ook uit kunnen allemaal. Dacht ik, je moet... Ja, het moet allemaal kunnen. Kijk, hij is nou omhoog. Zien jullie dat? Ik moet toch weer even dicht voordat ik mijn hand eraan bezeer. Dat moet ook wel kunnen. Nou, dat bekijken we wel eventjes. Dat moet ik toch eventjes begoochelen en bedoelen. Toch? Ja, wat is dat nou weer? Zit er weer losse papiertjes tussen dat boekje? Nou, het zal. Zit ik blijf bij bladzijde 2? Nee, ik moet hier wezen. Nee, ik ga dat wel even rustig op mijn gemak vanavond bekijken. Ik ga nou opschieten voor een bakje koffie. Ja. In ieder geval, dit zijn opzetstukjes en een dekseltje nog. En er zit nog wat in het bakje. Maar ik zie daar ook zie ik een randje zitten. En ik zie daar een randje zitten. Dus ik denk van, je moet het eruit schuiven. Maar dat wil ook allemaal niet. Dus ja. Ik moet eruit willen. Maar hoe? Wat? I don't know. Nee, uitschuiven kan niet. Nee, kan niet. Dat gaat niet uitschuiven.
Dat gaat niet. Die hek eruit. Maar, hoe krijg ik er een bakkie dan los? Ja, heb eens. Kijk dan. Ja, met geweld dus even. En hey, hier nog een hulpding. Allemaal hulpdingetjes. En is dit het dekseltje die kinderen opgeklemd worden. Om dus een bakje, een dekseltje om die kan je vastklemmen. Ik heb er nou nog plastic omheen. En het is vaatwasmachine bestendig, dus je had het toch eerst schoongemaakt. En dan, nou ja, champignonnetjes wil je weer doen, nou, dan ga je dat maar daarmee snijden, hoef je het niet meer met de hand. En dan een hei over, nou dan doe je dat hier al in. Voilà. En je zet het in de koelkast. Toppie toch? Ja, heel geweldig. Dit gaat makkelijker. Zo. Ja. Nou, dan heb je hier de mesjes. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Ja, dat moet zo kunnen. Ik hoop toch wel dat jullie dat zien kunnen. Nee, is te ver weg. En er zitten dus mesjes in. Ja, zo zie je dat. Daar zitten mesjes in. En dan heb ik hier nog zo'n ding. Met een ster. Ja, waar die voor is, daar zitten geen mesjes in. Dus hoe wat, weet ik niet. Waar die dan voor dient. Maar dat lezen we wel. Ja hoor, dat komt allemaal goed. Zeker. Zeker. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Throw a rock into a pond. Ripples fade away.